Hoi, ik ben Joy en superleuk dat je er weer bij bent om samen met mij deze workout te doen. We gaan deze keer focussen op een goede houding. Want het laatste wat je wil is dat je gaat lopen of staan met een holle rug of dat je gaat hangen in je rug. Want dat gaat op lange termijn klachten opleveren en dat is niet wat je wil. Hoe je dat kan voorkomen of eventueel kan verhelpen als je er al last van hebt, is door echt je buik goed te trainen, je billen goed te trainen en juist de voorkant van je heupen en je onderrug te stretchen, zodat daar meer ruimte vrijkomt. En daar gaan we dus in deze workout een paar leuke en hele effectieve oefeningen voor doen. Ben je er klaar voor? Like alvast de video en let's go! Oké, we gaan zo meteen 5 minuten werken voor de kracht in onze billen. Daarna hebben we een stukje stretch voor je onderrug. Dan gaan we weer 5 minuten werken voor de kracht in onze buikspieren. En dan hebben we een stukje stretch voor de voorkant van je heupen. Eerste oefening wordt een lunge puls. Je gaat 3 keer pulsen onderin. Dan kom je terug en dan wissel je om naar de andere been. Yes, 3 pulses onderin. Ready, go. Kom maar. 3, 2, 1. Wissel om. 3, 2, 1. Heel goed. Grote stap vooruit. Land op je hiel. En je knie is recht boven je enkel, hè? Bij beide voeten. Borst is mooi op en spanning is op je buik. Heel goed. Yes. Bouw die spanning op in je billen. En in je benen natuurlijk ook. Heel goed. Kom maar nou vol op de helft. 3, 2, 1. Je stuw goed je achterste knie richting de grond. Hoe lager je bent, hoe meer spanning in je billen en in je benen. Yes. Heel goed, come on. 15 seconden nog. Oké, ga door. Ik ga de volgende oefening aan je voordoen. Je komt straks liggen op je rug, voeten in de grond, voeten dicht bij je billen. En dan gaan we naar een hip thrust. Yes, in 3, 2, 1. Kom maar liggen. Hip thrust. Yes, knieën duw je naar buiten. Je duwt uit je hielen omhoog. Knijp in die billen, die heupen zo hoog mogelijk richting het plafond. Yes, actief knijpen in die billen. En hou die spanning ook de hele tijd vast. Dus ook als je naar beneden gaat, blijf nog steeds knijpen, want dan kan je meteen actief weer omhoog duwen. Dan heb je continue spanning op die bilspier. Heel goed, hou vol. Come on. Yes, grote bewegingen. Mooie spanning ook op je buik. Heel goed. Kom aan, 20 seconden nog. Yes. Je bilspier is een grote spier, die moet je lang aanspannen. Yes, ga door. Ik ga de volgende oefening weer aan je voordoen. Je mag straks komen zitten op je knieën. En hier vandaag gaan we naar een seated squat. Dus je gaat naar beneden en je duwt jezelf weer omhoog. Go, kom maar. Heel goed, dus billen elke keer helemaal naar die hielen. En dan wil ik dat je hier omhoog duwt, echt alleen maar vanuit die bilspier. Dus probeer niet mee te werken vanuit je bovenbenen. Echt alleen maar te knijpen vanuit die billen. Dus voel letterlijk je gewicht van je heupen tot aan je kruin. Alleen maar uit die billen omhoog knijpen. Heel goed, come on. Netjes. Hou vol. En waarschijnlijk voel je hem nu al wel een beetje verzuren. Als je echt al die spanning uit die billen haalt. Heel goed, kom aan. Het zijn maar 5 minuutjes die we aan de bilspieren werken. Maar we pakken hem wel meteen groot en flink aan. Yes, ik doe de volgende oefening aan je voor. Ga door. Je mag straks op handen en knieën komen. Hier vandaan heb je 1 donkey kick en 1 stretch out. Yes, dus 1 donkey kick en 1 stretch. 3, 2, 1. Doe maar mee. Omhoog en kick uit. Heel goed, goed hier. Je hiel richting het plafond. En daar helemaal uitstrekken. Spanning op die bilspier. Heel goed. Knijp goed in je buik. Want je wil niet dat je een holle rug hebt. Hè? Dus je wil dat je al die spanning echt alleen maar puur uit die bilspier haalt. Heel goed. Elke keer je knie weer terug naast je andere knie. Netjes. Kom aan op de helft. En hier is het maar 1 bilspier waar we aan werken. Dus die verzuurt misschien wat sneller dan 2. Maar dat geeft niet. Heel goed, kom aan, hou vol.
Heb in je buik, onderrug stil. Trillende bilspieren. 10 seconden nog. Straks, volgende oefening, is precies hetzelfde, maar dan met je andere been. In 4, 3, 2, 1, wissel om. Kom maar. Andere been en strek uit. Kik omhoog en strek uit. Heel goed. En zorg wel dat je je been hoog genoeg uitstrekt, dat je echt die spanning in je bilspier voelt. Hè? Dus niet te laag, echt omhoog. Heel goed, kom maar, hou vol. Hoe is het met de spanning op je buik? Ja, staat hij er nog op? Heel goed, hou vol. Kom maar, bijna op de helft. En we gaan bijna naar je stretch. We hebben aan één gedeelte spanning gezet, spanning gegeven. En dan gaan we stretchen, zodat we juist ruimte kunnen creëren. Zodat je echt mooi goed rechtop kan staan en niet meer gaat hangen in die onderrug. Heel goed. Ik heb aan 10 seconden nog. Heb je daarna heel even rust. Dan gaan we beginnen aan je stretch. 4, 3, 2, 1. Yes, 30 seconden rust. Haal even adem. Zweetdruppels van je voorhoofd. Oké, dan gaan we naar je eerste stretch voor je onderrug. Waar we straks mee gaan beginnen, mag je komen liggen op je onderrug. Trek je je knieën naar je borst. Dan mag je straks één knie naar je toe trekken. En dan draai je hem langzaam eroverheen. Yes, kom maar vast liggen op je rug. Heel goed, knieën richting je borst. Yes, draai op je onderrug. Heel goed, en als je merkt dat je hier al een beetje verzuring voelt, of misschien druk voelt op je onderrug, mag je rustig hier blijven. Maar we gaan hem uitbouwen in deze minuut. Oké, zoals ik net al zei, strek één been uit. Dan kan je je andere knie misschien wat dichter naar je borst toe trekken. En hier vandaan mag je je knie kruisen over je gestrekte been. Heel goed, je tegenovergestelde arm strek je uit opzij. En deze arm mag je ook uitstrekken. En probeer je knie maar richting de grond te krijgen. Maar probeer wel beide schouderbladen op de grond te houden. Misschien voel je knak, knak, knak. Yes, heel goed. Kom aan, hou vol. Als het lukt, mag je je knie helemaal uitstrekken. Met een gestrekt been. Oké, we gaan bijna door naar de volgende. Yes, trek beide knieën maar weer terug naar je borst. Draai hier weer heel even rondjes op je onderrug. Heel goed. Oké, strek je andere been uit. Je andere knie weer iets dichter naar je borst toe. En dan mag je hem weer eroverheen kruisen. Heel goed. Strek beide armen. Heel goed. Dus kijk of je de knie weer richting de grond kunt krijgen. Maar al je schouderbladen op de grond houden. Heel goed. En dan voel je die stretch echt in je onderrug. Als het weer lukt, mag je je been weer uitstrekken. Hoort niet, hè? Als je al genoeg stretch voelt. Gewoon ontspannen, probeer uit te ademen. Yes, netjes. Ja, goed, hou vol. Nog 3, 2, trek rustig je benen terug. Oké, dan mag je omdraaien. Mag je op je knieën komen zitten. Oké, knieën een beetje uit elkaar. Je tenen plat in de grond. Dan strek je je armen voor je uit. En hier vandaan duw je je billen naar achter. Mag je je borst richting de grond duwen. Dan maak je jezelf lang, hè? Dus je duwt die billen echt een beetje naar achter, zodat je je rug helemaal uitstrekt. En als je denkt, nou ik voel eigenlijk niks, probeer je handen dan ietsje verder weg te zetten en dan weer die billen naar achter te duwen. Zodat je echt lengte maakt in je rug. En je mag zelfs je voorhoofd neerleggen op de mat. En je borst zoveel mogelijk richting de grond duwen. Yes, voel die rek in je onderrug. 10 seconden nog. Probeer meer lengte te creëren. Nog langer. Heel goed. 4, 3, 2, 1. En rustig ontspannen. Hier vandaan mag je komen liggen op je buik. En je handen komen naast je borst. Yes. Zorg dat je goed knijpt in die billen. En als je handen naast je borst staan, dan duw je jezelf rustig een beetje omhoog.
Heel goed. Deze kant is eigenlijk de andere kant op stretchen. Als dit niet lukt, mag je natuurlijk altijd lager blijven. Kijk hoe ver je kan komen. Het belangrijkste is dat je spanning hebt op je billen om die kracht op te vangen. Dat je je borst naar voren duwt en dat je je schouders naar beneden duwt. Yes, als je bij jezelf merkt dat je er zo bij hangt, zorg dan dat je jezelf wat lager brengt en dat je echt focust op die stretch in je onderrug. Want daar is waarschijnlijk waar het knelt. Dat is lager, is helemaal prima. En hoe vaker je het doet, hoe verder je gaat komen. Dat zal je merken. Heel goed. Hou vol. Nog 4, 3, 2, 1. Yes, kom rustig op handen en knieën. Ja, handen staan recht onder je schouders, knieën onder je heupen. En hier vandaan gaan we naar een bolle rug. En naar een bolle rug. Heel goed, dus je trekt je heupen richting je schouders. Je duwt je handen in de mat, zo bol mogelijk. En hier vandaan laat je eerst die borst en die navel richting de grond gaan. En duw je je billen en stuif je richting de plafond. De borst op. Je mag zelfs een beetje omhoog kijken. Zo, dan maak je jezelf weer bol. En doe dit niet te snel, hè. Neem je echt de tijd voor. Om jezelf echt naar die uiterste positie te werken. En weer bol. Mogelijk. Heel goed, rekken maar helemaal uit. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Yes, heel goed. Oké, eerste twee delen gehad. We gaan door naar een stukje core training. Heel belangrijk om weer die buikspieren goed te activeren, zodat je heupen weer recht trekt en jezelf weer recht gaat staan. Yes? Waar we in gaan beginnen is straks in een side plank. Je mag je ellebogen in het matje zetten. Voeten zijn straks bovenop elkaar. En hier vandaan draai je jezelf in en draai je jezelf weer open. Yes? Ready? Go. Kom maar. Draai in, draai je elleboog, je hand naast je elleboog. En daar vandaan strek je hem weer uit. Yes, draai in. En strek uit. Uiteraard mag je altijd je knie neerzetten. Als je maar zorgt dat je die heupen hoog houdt. Heel goed, kom aan, hou vol. Yes, kom aan op de helft. Draai je borst in en draai je borst open. Heel goed, knijp in die billen. Dat je je heupen hoog houdt. Heel goed, voel die spanning op de zijkant van je buik. Kom aan, hou vol. Yes, nog 10 seconden. Je kan het al raden, we gaan deze straks doen aan de andere kant. In 3, 2, 1, wissel om. Kom maar. Ellebogen weer in de grond, voeten bovenop elkaar. Liften, draai in. En draai uit. Heel goed. Knijp goed in die buik. Hou die heupen hoog. En probeer die schouders zoveel mogelijk naast elkaar te draaien. Bijna alsof je echt in een plank gaat staan of wil gaan staan. Hand helemaal naast je andere elleboog. Goed, kom maar, hou vol. 30 seconden nog. Netjes. Kom aan. 20 seconden. Voel die verzuring. Ademen. Heel goed, kom aan. 10 seconden. Oké, ga door. Ik doe de volgende aan je voor. Wat je straks gaat doen. Het is een reverse crunch. Knieën naar je borst. En ik wil dat je ondertussen je handen kruist. Go. Kom maar. Knieën naar je borst. Kruis je handen en terug. Yes. Heel goed. Kruisen. Terug. Omhoog. Kruisen. Terug. Hierbij heb je dus sowieso de garantie dat die billen van de grond af zijn. Hè? Want ze moeten eronder kunnen. Nou weet je 100% zeker dat je hoog genoeg gaat. Lift up. Heel goed. En als je merkt dat je tegen je eigen billen aanslaat, dan weet je dat je hoger moet. Ja, goed, kom aan op de helft. Hou vol. Blijf ademen. Yes. Kom aan, denk eraan. Sterke buikspieren.
Zorg voor een mooie, actieve, rechte houding. Netjes. Oké, ga door. Ik doe de volgende aan je voor. Je mag straks één knie vastpakken. En je gaat tegenovergestelde hand achter je hoofd brengen. Hier vandaan kom je omhoog. Elleboog richting je knie. Go, kom maar. Lift up. En terug. Helemaal omhoog, hè. Je andere hand mag een beetje helpen. Maar probeer hem zo min mogelijk te gebruiken. Heel goed, kom aan. Actief omhoog. Netjes. Heel goed. En misschien merk je dat je buikspieren al een beetje moe zijn. Ik wel. Oh, maar blijf werken, hè. Kom aan. Je bent al bijna op de helft. Netjes goed indraaien. Elleboog richting je knie. Yes. Hou vol. Heel goed. En hou ook niet snel, hè. Je mag de tijd nemen als je maar omhoog komt. Als die spanning maar goed op je core staat. 15 seconden nog. Je raadt hem al. Volgende. Wordt aan de andere kant, hè. Come on, hou vol. Hou vol. 4, 3, 2, 1. Wissel om. Andere knie omhoog. Andere hand achter je hoofd. Lift up. Draai in. Yes. Come on, hou vol. Heel goed. Rustig terug. Niet jezelf laten vallen op dat matje. Hè? Tegenhouden is ook onderdeel van de oefening. Zoek je knieën en help jezelf omhoog. Come on. Heel goed. Blijf uitademen. Uitademing helpt, hè. Yes, come on. Over de helft. Hou vol. IJzeren buikspieren krijgen we hiervan. Heel goed. Yes, bijna. We gaan bijna weer naar de stretch voor je heupopeners. Nog 4, 3, 2, 1 en stop. 30 seconden rust, 30 seconden om bij te komen. En kom ondertussen staan. Oké. We gaan naar de stretch van de voorkant van je heupen, dus die heupbuigers. Deze even aan de kant. Wat we straks gaan doen, je neemt straks een groot stap naar voren. Bijna alsof je in je lunge wil gaan staan. Alleen het enige wat je niet doet, is je achterste knie buigen. Dus je houdt je achterste been gestrekt. Waardoor je dus juist die stretch krijgt op de voorkant. Yes, grote stap naar voren. Kom maar. Heel goed, hier vandaan blijf je even 3 tellen staan. Duw je gewicht echt naar voren. Voel je hem nog steeds niet, duw dan je achterste hiel richting de grond. Zorg dat je zelf mooi rechtop bent. Goed, spanning op die voorkant. Waarschijnlijk voel je hem stretchen. Oké, wissel maar rustig om. Andere been. Grote stap. Heel goed, borst naar voren. Knijp misschien een beetje in die billen, dan kantel je die bekken. En als het niet erg genoeg, of niet dus mega genoeg stretch is voor jou, duw die heel richting de grond. Yes, wissel om. Heel goed, borst mooi op. Blijf ademen. Je mag wat dieper zakken als dat lukt. En wissel om. Heel goed. Yes. Blijf nog heel even staan. Ik doe de volgende aan je voor. Straks gaan we je balans zoeken. 1 arm. Je armen gespreid. Kom maar staan. Wiebel, wiebel, wiebel. Hier vandaan ga je open draaien met die heupen. En daarna ga je die heupen weer dicht draaien. En als je een beetje omvalt, zoals ik, geeft niks, hè. Draai die heupen weer dicht. En draai weer open. En draai weer dicht. Het gaat dus echt om die heupen, hè. Niet zozeer om die armen, maar om die heupen. Draai open. En draai weer dicht. Yes, come on. Draai open. Oké, wissel om. Andere been. Zoek weer je balans. Draai open. En draai dicht. Oh, mijn andere been was ook beter op balans. Draai open. En draai dicht. Heel goed, hou vol. Yes. Netjes. Come on, hou vol, hou vol. Nog eentje. 3, 2, 1. Ontspan. Oké, wat je mag doen, is je voet vastpakken. Met één hand. En je pakt je voet vast aan de binnenkant van je voet. Daar vandaan.
Duw je je knie naar achter, mag je je andere arm naar voren strekken. Dan ga je jezelf proberen zo lang mogelijk te maken. Heel goed, dus je duwt je knie naar achter en omhoog. Je gestrekte arm strek je zo lang mogelijk uit. Heel goed, en waar ik wil dat je op focust, is natuurlijk die voorkant. Hè? Dus die probeer je echt helemaal te rekken. En als je denkt, volgens mij zit er nog meer in, dan duw je je voet in je hand. Heel goed, probeer je knie zo hoog mogelijk te krijgen. Focus op één punt op de grond. Kan je het makkelijkst je balans houden. En probeer vooral die voorkant helemaal open te trekken. Dus niet zo gaan staan. Duw je knie weg. Open die heupen. Heel goed. 4, 3, 2, 1. Andere voet. Je pakt hem weer aan de binnenkant van je voet vast. Zoek je balans. En als je denkt, ja, ik ben er klaar voor. Maak lang. En duw je knie maar langzaam naar achter. Duw hem weg. Probeer die heupen zo recht mogelijk te houden. Dus niet open te draaien. Dan ben je die stretch kwijt, hè. Goed, recht vooruit. Knie naar achter. Borst op. En zoek die lengte op. Alsof er iemand aan je hand trekt. En iemand aan je andere hand met je voet trekt. Rustig ademen. Adem uit. Stop. Je bent er bijna. Nog 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, ontspan. Schiet je benen lekker los. Heel erg goed gedaan. Hard gewerkt. Ik hoop dat je het leuk vond. Like de video. En als je het leuk vond, abonneer je op mijn kanaal. Dan zie ik je bij de volgende workout. Doei!